Yes, dames en heren, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Allereerst, je kunt natuurlijk op het duimpje omhoog klikken. Dat zou wel heel erg gewaardeerd worden. Gisteren trouwens 6000. Heel erg bedankt daarvoor. Abonneren op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook voor alle nieuwtjes rondom Fortnite. En natuurlijk ook Brawl Stars, zoals jullie weten. En je kunt ons ook supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. En 5% van je aankopen gaat aan onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is Deacon. Hij heeft namelijk de Smooth Moves gehaald met onze code. En daarnaast ook nog volgens mij een emote. Heel erg bedankt, Deacon33, dat je onze code hebt ingevuld in de itemshop. En een dikke shout-out naar jou. En je wint ook nog eens 1000 V-Bucks. Gefeliciteerd. Goed jongens, laten we snel doorgaan, denk ik, naar het eerste topic. Ik heb geinige dingetjes. Minder geinige dingetjes. Of nee. Ja, niet zoveel in ieder geval. Laten we gelijk gaan beginnen. En het eerste dingetje gaat eventjes over iets wat je gratis kan unlocken vandaag. Namelijk, je kunt een banner kun je krijgen in de itemshop. Die is gratis, namelijk 0 V-Bucks. En hoe kun je deze banner krijgen? Nou, je moet die gegift krijgen. Dus jij kan hem giften, maar iemand kan hem ook aan jou giften voor niks. Dus je moet iemand vinden die dat natuurlijk wil doen. Natuurlijk best wel grappig. Ik moet zeggen, ik vind hem niet lelijk. De Toucan banner heet hij volgens mij. Ik wil hem. Ik wil hem sowieso. Dus wie gift erbij? Ik heb geen idee. Maar ik hoop dat iemand in mijn vriendenlijst deze video kijkt en denkt van, ik gift wel. Zou gewaardeerd worden. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over Dreamhack. Zoals jullie misschien wel wisten, afgelopen weekend, dus gisteren en eergisteren, was er in Dreamhack een soort van competitie gaande. Heette Dana 2020 volgens mij. Nou, doet er al in ieder geval ook niet toe. Dit is in ieder geval de top 3. Jawel, Mr. Savage op 1, Ghost Bizzle op 2 en Nanolite, die ken ik niet, op nummer 3. Damn, dat is natuurlijk super nice voor Mr. Savage, want hij heeft net een contract getekend bij 100 Thieves en laat direct zien wie de beste is. En natuurlijk $30.000 is natuurlijk ook niet verkeerd. Er gaat natuurlijk ongeveer misschien wel meer dan de helft vanaf, omdat een deel naar 100 Thieves gaat en een deel gaat naar de Belastingdienst. Dat is eigenlijk standaard. Dus maar alsnog is het lekker. Alsnog is het natuurlijk super nice. Gefeliciteerd Mr. Savage en natuurlijk ook die andere twee heren. Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is best wel een big thing op dit moment. Het is best wel aan het exploderen op het internet. En het gaat over TeamView en het gaat over Ninja. Zoals jullie wisten, gisteren was natuurlijk Ninja gehackt op Twitter. En de hackers die hebben getweet naar TeamView zo van, fight me. Ga maar vechten, weet je wel, in een boxingring of whatever. Het was een beetje onduidelijk waar precies, maar er stond fight me at TeamView. En TeamView die had hierop gereageerd en nam het serieus. Alleen daar bleef het niet bij. Namelijk TeamView die dacht van, oké, ik ga voor de trolls, ga ik gewoon een video maken. Ninja challenges me to boxing match. Klopt die zin wel? Nou, in ieder geval, hij wil vechten tegen mij in een boxing match, heeft TeamView geüpload. En dat is natuurlijk overdreven, want ja, natuurlijk, Ninja heeft dat niet gezegd, maar hackers. Maar oké, TeamView die nam het alsnog serieus, tussen haakjes, en die heeft er een video over gemaakt. En die wil nu vechten tegen Ninja. Jawel. Dus, gaat het gevecht te komen? TeamView versus Ninja? Het lijkt er niet op, want Ninja die tweet direct, I have no interest in fighting you, TeamView. I don't hate you. I don't want you to fail. But I also don't appreciate you using my Twitter being hacked as a publicity stunt. It was a breach in privacy which nobody deserved to deal with. You're making it worse for me and helping him. Ja, het lijkt erop dat Ninja niet wil vechten. En misschien is Ninja wel een klein beetje bang. Hij zegt zelfs van, ik wil niet dat jij faalt, TeamView. Maar heel eerlijk gezegd, ik denk dat TeamView niet gaat falen. Als je ziet hoe TeamView eruit ziet en hoe Ninja eruit ziet, dan denk ik eerlijk gezegd dat TeamView gaat winnen, maar je weet maar nooit natuurlijk. Goed, laten we dan gaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over Apex Legends, jawel, en over Fortnite. Namelijk, zoals jullie weten, die twee games zijn twee grote concurrenten van elkaar. En concurrenten die stelen af en toe wel eens wat van elkaar qua ideeën. En er is weer wat gestolen. Ik wist het niet eens, maar blijkbaar zijn de keycards waardoor je in een soort van geheime kluis kunt komen met heel erg veel loot. Dat bestond ook al in Apex Legends. En nu wordt het kaart gememd. Bijvoorbeeld met deze meme. Hey, can I copy your homework? Sure, just make it look different so it doesn't look like you just copied it. Sure thing. En dat gebeurt altijd, hè. Als je iemand je huiswerk geeft en je zegt van, joh, pas het wel een beetje aan, dan
lijkt het alsnog op elkaar. Dus ja, dat moet je eigenlijk nooit doen. Best wel dom. Maar in ieder geval, dat gebeurt dus ook een klein beetje bij Fortnite en Apex Legends. En het lijkt er een klein beetje op dat Fortnite dit nu vaker doet bij Apex Legends dan andersom. Alhoewel, Apex Legends is compleet genakt van Fortnite. Maar oké, daar hebben we het niet over. We hebben het nu over de kleine details. Dus ja, best wel grappig om te zien. Maar uiteindelijk maakt het de game wel beter. Ik bedoel, het is een goede feature waarschijnlijk in Apex. Nu ook een goede feature in Fortnite. Anders zullen ze het ook niet toevoegen. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje. En dit gaat eventjes over een Reddit-clipje. Namelijk een Reddit-clipje van Myth. Een 300 IQ play. Je moet je even bedenken. Myth heeft zeg maar zo'n granaat waarbij je jezelf kunt klonen. En hij doet er wat mee. Laten we anders eventjes gaan kijken. Oké, deze clip was echt geniaal. Hij deed gewoon alsof hij de kloon was. Waardoor de tegenstander dacht van oké, die moet ik toch niet schieten. Hij schoot hem wel een keer. Maar dat was niet genoeg om Myth te killen. En andersom, ja, behoorlijk harde hit. Dus heerlijk gedaan, Myth. Zeker weten, een 300 IQ play. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het weer super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg helpen. Abonneren op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook hier beneden. En je kunt ons supporten in de item shop. Met de code teveelgevraagd, de 5% verkopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.